opgesloten wordt mogelijk gemaakt door Nivea Man Deep. This is how epic smells. De mysterieuze ontvoerder is nog steeds niet gepakt. Er is weer een bekende Nederlander verdwenen. Influencer Stefan de Vries is spoorloos verdwenen. Wel je zo terug zegt. Hoe moeilijk kan het zijn? De ontvoerder heeft als een echte handelaar tijd geïnvesteerd in ontvoering van Stefan de Vries. De officier heeft de rechercheurs Giel Tammes en Stefan van Team Stuk op de zaak gezet. Zij krijgen de taak om het spoor naar de mysterieuze ontvoerder te achterhalen en de locatie van Stefan te vinden. Oké, er is een ontvoerder actief die aan de lopende band bekende Nederlanders laat verdwijnen. En het schijnt dat hij nogal slordig te werk gaat en overal hints achterlaat die naar zijn ware identiteit leiden. Denk jij nou te weten wie het is? Ga dan naar stuk.tv/opgesloten en laat het ons weten. En alle goede inzendingen maken kans op een epic Nivea Man Deep prijzenpakket. Met een daarin door ons georganiseerde opgesloten ervaring. Dus verzamel alle hints en kom erachter wie de ontvoerder is. De ontvoerder heeft Stefan meegenomen naar een geheime locatie. In de ruimte waar Stefan zit opgesloten bevinden zich verschillende opdrachten. Hiermee kan hij aanwijzingen vrijspelen die Team Stuk kunnen helpen om hem te vinden. Shit, oké. Kan ik altijd uit het raam zien? Nee. Het is wel een bar. Er zijn ergere plekken om vast te worden gehouden dan een bar. Scherp, boekje erbij. Hallo? Hallo, met wie? Hallo, je bent Stefan de Vries. Maar Stefan de Vries? Nice. Ja, ik zit vast. Jongens, tijd voor het laatste spelletje. In de ruimte waar Stefan zich bevindt, heb ik 3 aanwijzingen verborgen. Die mogelijk naar de juiste locatie leiden. Ook voor de rechercheurs heb ik tijdens al mijn voorbereidingen 3 aanwijzingen achtergelaten. Met behulp van deze telefoon kan Stefan direct contact opnemen met het hoofdkwartier van Stuk. Jullie krijgen van mij 5 uur de tijd om de locatie van Stefan de Vries te vinden en hem te bevrijden. Lukt dit niet, dan zal ik Stefan meenemen en zullen we hem nooit meer zien. De tijd start nu. Oké, Stefan, laten we het kort houden. Wat zie je om je heen? Ja, ik zie een soort van bar of zo. En ik zie van die kleine ronde raampjes, alsof het van een schip is. En ik zie een soort van waterreflectie erdoorheen. Dus ik denk dat het een soort van onderdek van een schip lijkt wel. Waterreflectie onderdek van een schip? Stefan, je hebt nog 4 belminuten. Stefan, jij gaat aan de gang. We spreken elkaar. Volgens mij was dat het. Team Stuk gaat weer aan de slag vanuit hun hoofdkwartier in Laren. Ze gaan op zoek naar de 3 aanwijzingen die kunnen leiden naar de locatie van Stefan. Ook Stefan moet aan de bak en begint dan ook gelijk de locatie te verkennen. Oké, wat hebben we allemaal hier? Een soort portemonnee met oefening maakt kunst. Een soort sculptuurding of zo? Ik heb geen idee. Er liggen overal lampjes met letters erop. Gekleurde letters. Ik heb geen idee waar ik moet beginnen nu natuurlijk in deze gekke ruimte. Dus ik denk, het eerste wat ik het beste kan doen is maar gewoon alles een beetje op volgorde leggen. Dat ik misschien ergens iets van een patroon in kan zien of zo. Yes. Is er een code op of zo? Terwijl Stefan druk bezig is om de opdrachten te ontrafelen, heeft Team Stuk de post ontvangen. Aanwijzingen. SD-kaart. Dit is een SD-kaart lezen. Stukje plastic vuilniszak, heel gek. De foto's van Stefan uiteraard. Er zit de sleutel in waar we mee kunnen bevrijden. En... Oké, jongens, dit is waarschijnlijk het plaats delict, denk ik. Oh, dit is van een fort. Zie je dat? Fort Naarden. Ja, hier. Dit is hem. Arsenaal. Vestingsvaart Naarden. Stefan en Giel stappen in de auto om op onderzoek uit te gaan. Thomas blijft achter om de telefoon in de gaten te houden, mocht Stefan de Vries contact opnemen. Alleen die heeft nog geen idee waar hij nou moet beginnen. Een bouwkast. In de ruimte staan producten waar stickers op staan. Hierop staat een houdbaarheidsdatum. Stefan moet een kast in elkaar zetten en vervolgens hier de producten op plaatsen. Op deze manier kan hij een code onthullen, waarmee hij een kist kan openen. Tenminste, houdbaar tot. Oh! Houdbaarheidsdatum staat daarop. 88, what the fuck, hé. Een behoorlijk lang houdbaar. Hier zit niks op.
Terwijl Stefan druk bezig is met het verzamelen van de producten om de houdbaarheidsdatum te checken, valt zijn oog ineens op iets heel anders. Maar joh, die lampjes moeten hierin natuurlijk. Iets rood, iets groen. Ho, maar ja, weet je welke waar is het, hè? Terwijl Stefan nu probeert uit te vogelen wat hij moet doen met de lampjes, komen Giel en Stefan aan op de locatie. Kijk, dit is het fort, by the way. Dit is het hier. Zo, dit is groot hoor. Ja, dit is wel groot. Ik denk dat we hier nog wel even bezig zijn. Ja, dat vrees ik ook. We kunnen ook de hele waterrand checken hier. Misschien ligt er een gek bootje of een opblaasbootje. Ja, ik noem maar iets. Hè. Het kan zoveel zijn van te zoeken. Er zit maar één ding op. De hele omgeving uitkomen, jongens. Ik begin al met bouwen, denk ik. Die stippen moet ik zeker die spullen opzetten. Stefan is van de lampjes weer terug naar de opdracht met de producten gegaan. Hij vermoedt dat de kast er iets mee te maken heeft. Maar dan moet hij deze wel eerst in elkaar zien te schroeven. Oké, maar hoe? Want hier zit een gat, maar hier niet. Of kan je het hiermee doen? Nee. Nou Stefan, ik hoop niet dat je twee linkerhanden hebt. Giel en Stefan zijn ondertussen bezig met het zoeken naar een aanwijzing op de locatie. Als Giel iets belangrijks bedenkt. We hebben dat stukje vuilniszak gezien, toch? Ja. Ik denk dat we hier zo meteen de bos heen moeten, hè, om te gaan zoeken naar een vuilniszak. De ontvoerder heeft op deze locatie een vuilniszak achtergelaten, die belangrijke informatie kan bevatten voor het onderzoek. Ga jij links? Ja, ga helemaal rechts. Kijk, ik ga ervan uit dat het hier ergens gedumpt is in een bos. Hè? Je zou zeggen dat de vuilniszak hierbij zou moeten liggen, maar hier ligt ook helemaal niks. En als ik zo kijk, dan zit ik wel dicht in de cirkel nu. Heb jij al iets? Hé, waar ben jij? Hier. Het moet hier ergens liggen. Ja, ik weet het. Het moet hier ergens liggen. Steef! Er ligt hier een vuilniszak. Yes! Steef! Ik heb een vuilniszak gevonden. Nee joh. Hey, hier zit die SD-kaart in. Waar gebruiken ze dit altijd voor? Dit is een spaarpot of zo. Ja, maar je moet denken aan het katje. In Japans. Dit is een bonnetje van een fastfoodketen. Hij heeft iets gegeten. Laten we teruggaan, man. We hebben zoveel spullen, kunnen we daar rustig op kantoor rustig uitzoeken. Stefan blijkt toch twee linkerhanden te hebben en besluit de kast even te laten voor wat hij is. Hij legt zijn focus op de portemonnee, die hij eerder heeft gevonden. Oh ja, dat zijn van die dingen die criminelen dan altijd in de film hebben. Dat ze dan in zo'n sleutel gaat, zo, dan klik gaat die open. Met dit setje kan Stefan de kist met het doorzichtige slot openmaken. Door de tangetjes op de juiste manier te plaatsen, zal het slot vanzelf opengaan. Oké, ik weet dus dat je alle veertjes ongeveer tegelijk naar beneden moet duwen. Dus wat een sleutel, zeg maar, dat vormpje heeft, die moet je eigenlijk een soort van naproberen te maken. Hoe moeilijk kan het zijn? Echt tijd aan het verneuken. Ik heb gewoon nodig wat hierin zit. Hier moet ik mee beginnen. Ja, Stefan, maar de tijd blijft doortikken, hè? Dus een klein beetje haast kan geen kwaad. Giel en Stefan zijn ondertussen terug op het hoofdkwartier. En gaan hier gelijk aan de slag met de spullen die ze hebben gevonden. Ja, er zit iets op, jongens. Afspelen. Hè? Afspelen, oké. We zijn hier aan de oever van een machtige rivier. En daarom vaar ik steeds maar vice versa heen en weer. Het is een veerpont. Dat is gewoon de hint. Ja. Veerpont, doe zo'n lijst van alle veerponten in Nederland. Je moet nu niet naar een veerpont hier in de buurt. Oké, dan doen ik we denk dat veerpont. Dan gaan we aanwijzingen. Dan gaan we hier naartoe. Ja. Dat is een bommetje, hij heeft daar gegeten. Kijk, Team Stuk zet weer een stap voorwaarts. Maar eerst vertrekken Thomas en Stefan naar de locatie van het bonnetje. Ondertussen is Stefan nog altijd bezig met het slot. Mijn rug. Oeh. Hoe lang ben ik hier wel niet meer bezig? In de songtekst wordt er de machtige rivier genoemd. Fuck, hey. Ik kan dit niet. En de Waal staat voor machtige rivier. Ik zie ook helemaal voor me, we zijn nu op de volgende hint van mij staan te wachten. Naar buiten, maar dat ik ze maar niet bel. Waarom belt Stefan niet? Stefan de Vries, bel op! Thomas en Stefan zijn ondertussen aangekomen op de plaats delict. Dit is dé plek waar Stefan de Vries is ontvoerd. En waar ze de bestelling moeten vinden die op de bon staat. Gaan we hier zoeken? Wat moeten we hier naar zoeken? De plaats delict. De ontvoerder heeft Stefan op deze locatie meegenomen. En daarna in een zak van een fastfoodbestelling een belangrijke aanwijzing verstopt. Hier ligt zoveel rotzooi, ouwe. Wat moet je hiermee? Niks, hè? Nada. Thomas en Stefan besluiten een poging te wagen in de drive.
We gaan hetzelfde bestellen als wat Stefan waarschijnlijk heeft besteld. En dan kijken of er iets gebeurt. Ja, ik wil graag 1x6 nuggets. 1 losse Big Tasty. En ik wil graag 1 cola medium. Ja, heb jij geen hint voor ons? Of iets? Je hebt niks, jij moest niks doorgeven. Je hebt niks geks gehoord, niks gezien. Nee? Oké, dankjewel. Moet je nagaan dat een wildgeen hier naartoe komt. Hé, heb jij een hint voor mij? Ja, gat, ik weet het toch ook niet? Als Stefan de Vries geen aanwijzing meer doorgeeft, kan ik niks doen. Waarom belt Stefan de Vries niet? Bel nou eens, man. We moeten samenwerken. Nou, Giel, Stefan die belt niet omdat hij nog geen enkele aanwijzing heeft gevonden. Hij is namelijk nog steeds druk bezig met het slot. Thomas en Stefan proberen ondertussen nog steeds te achterhalen wat ze bij de plaats delict moeten. Ze besluiten nog een rondje te lopen. Ik vertrouw die auto daar niet. Ik ga eens even kijken. Is dit de bestelling van Stefan? Het is wel exact zijn bestelling, ouwe. Steef! Wat is er? Hier ligt de bestelling van Stefan. Je lult, heb je dat gevonden? Hier. Ik doe het doosje net open. Ondoor. Jezus, je hebt echt goede speur daar, ouwe. Giel wel. Hebben jullie iets? Het eten van Stefan ligt hier nog op de grond. En is... je? En in de binnenkant van het doosje staat Ondoor. O-N-D-O-R. Ondoor. Ja, we hebben dus nu Ondoor en Veerpont. Oké, we houden je op de hoogte. Oké, you. Bij Stefan lijkt het oefenen dan eindelijk zijn vruchten af te werpen. Oh mijn god. Zo van Gods geschenk dat het ding uiteindelijk open gaat. Ik ben zoveel tijd verloren hieraan. Echt een hele stapel met mega grote spelkaarten. Is dit gewoon een normaal kaartenspel? Is dit nog iets bijzonders tussen? Ik zal selecteren ofzo. Ik doe ook maar wat, ik heb geen idee. Stefan heeft eindelijk een kist open. Maar vervolgens weet hij nog niet wat hij ermee aan moet. Giel heeft ondertussen ontdekt dat je van het woord onder een heel ander woord kan maken. En weer bellen. Wat je er ook van kan maken is Noord. Noord-Holland. Ja, Noord. Ja, maar als we inderdaad Noorden gaan pakken en ik doe er even een streep doorheen. Dan hebben we ineens Veerponden bij Harlingen, Den Helder. Mocht een mysterieus ontvoerde bellen, zullen we dan Den Helder zeggen? Ja, dan weet, als dat niet is, dan weten we dat het niet Texel is. Nee, exact. Hoezo denken jullie Texel? Nou, omdat daar een veerpont gaat met een bar. En het is Noord, toch? Jij zegt net Noord. Ja. Maar waarom belt die Stefan nog steeds niet? Omdat Stefan de Vries waarschijnlijk nog niks heeft opgelost. Schiet niet op zo. Ondertussen is Stefan weer teruggegaan naar de producten. En sorteert deze op volgorde van vervaldatum. Ik heb het gevoel dat ik deze spullen in deze kast moet zetten. Op die zwarte stippen. Ik bedenk maar een soort van eigen constructie, waardoor die een soort van, als een soort van kast blijft staan. Ik kan wel mijn planken neerzetten. Achterkant hoeft er niet in. Fuck it! We hebben natuurlijk nu Noord, denken we. Dan kan het dus Noord-Holland zijn. Ja, of Noord-Brabant. Of Noord-Nederland. Dit zijn alle veerponden in Nederland waar je dus met de auto, fiets, of lopend op kan. Oké. Ja? Dit zijn alle veerponden waar je enkel met de auto op kan. Dit zijn wat grotere veerponden. Ja. Dit is de Waal. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veerponden. Ja. Als ik het zo ver heb, kijk, als ik heel diep ga graven. Maar misschien is het helemaal niet nodig om zo diep te graven. Nee, ik denk het niet. Wat als het ontvoerder is? Ja. Den Helder. Den Helder? Ja. Hallo? Giel, hoe gaat jullie zoektocht? Het gaat niet zo lekker, kan ik je vertellen. Jullie moeten 1 plaatsnaam doorgeven en dan laat ik weten of jullie warm of koud zitten. We gaan voor Den Helder. Den Helder is koud. Nou, verrassend. Texel, Waddeneilanden hoeven we dus niet te doen. Nee. Ondertussen plaatst Stefan alle producten op volgorde van houdbaarheidsdatum in de kast. De oudste linksboven en rechtsonder de nieuwste. Maar ik zie nu wel dat ik wat spullen mis. Wat is dit eigenlijk? Wat zou dit betekenen? Zou het iets met de eerste letter te maken hebben? Dit is sojasaus. Sojasaus. Nee, dat is toch niks. Ik mis nog een paar van die fucking dingen. Terwijl Stefan nog een keer gaat zoeken, besluit Team Stuk zich nog eens over het muzieknummer te buigen. Hij heeft ook echt een fantastische videoclip uit 1973. Kijk eens. Eemdijk. Pontveer. Wat is Eemdijk? De locatie bij die videoclip. De lul. Ja, Eemdijk.
Dat is hier 7 kilometer vandaan. Steve, jij en ik gaan daar naartoe. Ja. Is dat goed? Ja. Jij blijft hier. Ik wacht bij de telefoon. Oh shit. Oh, kapot vies tussen die banken. Oké. Okay. Volgens mij heb ik al die dingen. Stefan heeft alle producten compleet. En ondertussen komen Giel en Stefan aan bij de pont. Hier moet wat zijn. Kom, snel, want hij vaart weg. Op deze locatie kan Team Stuk een volgende aanwijzing vinden. De ontvoerder heeft hier namelijk een mysterieuze kaart en een tas met spullen achtergelaten. Hallo. Mag ik dat vragen? Het gaat misschien heel raar klinken, maar heeft u misschien een hint voor ons? Een hint? Ja, we zijn iets aan het zoeken wat verstopt is. Moet dat, weten. Dat moet je weten, jawel, je moet het weten. Hij zit te lachen. Wat voor aanwijzing kunt u geven? Ik weet niet of het de bedoeling is dat wij nu de pont opgaan. Jawel, 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 hij gaat iets geven, hij gaat iets geven. Jawel, hij gaat iets geven, ja. Ja, zie je wel. Kijk. Joker. Kijk eens aan. Oh. Maar we willen terug. Ja, dat kan niet meer. Oh kijk, vertel opgesloten Stefan dat Giel tegen het hart van Thomas schopte terwijl hij klavertjes plukte achter de ruiten van Vrije Stefan. Hart, schoppen, klaver en ruiten. Een kaartspel. Maar dit is een kaart. Het is de joker. Joker. Zie je dat die hele bank? Ja. De gele bak. Ja. Die jockey. Ja. Misschien zit de hart er wat in. In het huisje, in die gele bak, zegt iemand, daar zou iets in kunnen liggen. Hier moet het zijn nou. In de gevonden voorwerpenbak. Ja! Wat is dit? Pizzeria Il Rapatore. Er staat een telefoonnummer op. Laten we die bellen. Bedankt voor uw bestelling. Uw pizza Tartufo wordt bereid. Verwachte aflevertijd in Laren is over 25 minuten. Uw pizza wordt momenteel contactloos bezorgd. Hoor je dat? Er wordt een pizza. Ik heb automatisch een pizza bezorgd. Over 25 minuten word ik bezorgd op het kantoor, ouwe. Yo! We hebben een 06-nummer. Die hebben wij gebeld. En die zegt dat er zo meteen een pizza op kantoor gebracht gaat worden. Heb jij Stefan de Vries gesproken? Nee. We komen nu naar kantoor, dan kunnen we even meedenken met z'n allen. Stefan heeft ondertussen alle producten op de schappen geplaatst. Hij heeft echter nog niet door dat hij een belangrijke fout heeft gemaakt. Hij heeft ze nog niet in de goede volgorde staan. Volgens mij is het nu goed. En wat betekent dit? Stefan moet alle witte producten in de juiste volgorde zetten. Op deze manier onthult hij een cijfercode waarmee hij een kist kan openen. Ik ga denk ik even stuk te bellen. Oh, bellen! Yo, Stefan! Ik heb een aantal dingen gedaan, maar ik heb nog niet echt iets concreets dat ik nu kan zeggen van ja, dat hebben jullie nodig. Ik heb in ieder geval iets voor jou. Let op. We hebben een tekst gevonden. Vertel opgesloten Stefan dat Giel tegen het hart van Thomas schopte terwijl hij klavertjes plukte achter de ruiten van Vrije Stefan. Een kaartspel zit erin. Ja, ik heb een kaartspel. Je hebt nog 3 belminuten. Oké, ik moet woorden hebben. Of wij hebben het woord Noord, hebben wij denk ik. Kaartspel hebben, kunnen we iets mee? Een veerpont. Oké, ik ga weer hangen, oké? Oké, ja, is goed. Stefan herhaalt de doorgekregen tekst voor zichzelf, maar vergist zich daarbij. Hij verwisselt per ongeluk de schoppen en de harten. Oké. Dus de volgorde is schop, hart, klaver, rijdt. Zou die A's moeten zijn iedere keer of zo? Er zal vast wel een spelkaart zijn waar iets anders mee is ofzo, zodat ik in ieder geval een haakje heb waar ik iets mee kan doen, maar het was gewoon letterlijk een stapel spelkaarten. Als Stefan alle kaarten sorteert op de manier zoals hem zojuist is doorgegeven, harten, schoppen, klaver, ruiten, dan zal hij zien dat er van elke soort 1 kaart mist. De missende kaarten vormen uiteindelijk een code, waarmee hij de kist kan openen voor zijn eerste aanwijzing. Op het hoofdkwartier wordt de pizza bezorgd, die Giel en Stefan hebben besteld. Ja, smakelijk. En wie heeft deze besteld, weet je dat? Heb jij die besteld? Nou ja, hij is hier bezorgd, maar er zit iets op, een papiertje, daar weet jij niks van. Ik heb hem niet gemaakt, ik heb hem alleen bezorgd. Oké, dankjewel. Ja, graag gedaan. Is dit nou weer? Dit zijn rode en blauwe stippen. Dit is een papiertje. Dit lijkt een soort morsecode. Stip, stip, streep, streep, strip. Ondertussen checkt Stefan nog een keer de kast en doet hierbij een belangrijke ontdekking. Is het 1975? Zou dat het zijn? Ik dacht dat ik producten had die goed waren tot 2088. Wat zou kunnen op zich, maar sommige eens waren het niet. Dus op zich had ik het wel eerder kunnen zien. Dus die onderste rij moest weer helemaal naar boven. En dan moet je dus alles 1 voor 1 weer opnieuw zetten. Maar volgens mij heb ik het nu. Met de kast van pizza dit. Als dat scheef. Nootje! Ja, is die pizza? Oh, ik heb net de pizza binnengekregen. Wat en is dit? Dit zat er bovenop. Ik heb hier dat dit een soort morsecode is. Ja. En dit.
Dit weet niet wat het is. Stefan heeft gebeld. Heeft Stefan gebeld? Ja. En? Nul informatie. Zo, ik heb een kast in elkaar gezet. Ik heb lichtjes op volgorde gedaan. Fuck. Dus ik heb die kaart voorgelezen. Ik hoop dat hij daar niet mee in de slag is, dat hij zo meteen weer belt en dat hij iets geeft. Oké, laten wij proberen dit ontcijferen, man. Stefan probeert het slot te openen, op basis van de geplaatste producten op de kast. Dit is een wit slot, dus er staat master op. Wit en zwart, wit en grijs. Ik zie allemaal witte en zwarte dingen. Ik zie opeens dat slot, dat is zwart en de cijfers zijn allemaal wit. Oh shit. Die vier rijen zijn eigenlijk gewoon die vier getallen. En bovenaan staan twee witte producten, in het midden staan er drie. En daaronder staat er één en daaronder staan er vier. Als ik dat dan invoer, 2, 3, 1, 4. Huh? Oh joh! En hij gaat open. Zo chill, ik heb weer een beetje hoop. Er ligt één briefje in. West. Thomas zei iets over Noord. Dus ik heb West nu. Eindelijk heeft Stefan zijn eerste aanwijzing vrijgespeeld. Ondertussen doet Thomas een interessante ontdekking. Oh, je kan het eraf krassen. Nee. Ja, ik zat te kijken van, is het nou gemaakt, jongen? Winnen we de miljoen of niet? Oh, hij belt. Telefoon, jongens. Yo, Stefan, vertel. Yo, Giel, ik heb een briefje gevonden met West. Je hebt nog 2 belminuten. 2 belminuten. Oké, je hebt een briefje gevonden met West. Ja. Oké, wij hebben hier een morsecode. Kun je daar nog iets mee? Morsecode, niet dat ik weet. Zo 1, 2, 3. Okay. Steef, laten we vanaf nu om de 10 minuten heel vlug even bellen met informatie. Oké, cool. Yo. Yo. Hij heeft nog maar echt 2 minuten beltijd, jongens. Okay, we hebben West. Noordwest. Ja, ik heb nog dit ding. Wow, yo. Ik heb geel en groen hier. En hij is afgescheurd. Misschien ligt de andere helft wel ergens met rood en blauw. Team Stuk heeft eenzelfde soort kaart. Deze correspondeert met de lampjes die Stefan heeft liggen. Krijgen ze de lampjes in de goede volgorde, dan verschijnt hier het exacte adres waar Stefan zit opgesloten. Er staan dingen hier op de achterkant. Het geeft het wel af of zo. Dus ik begin te krassen en er staan allemaal letters op. Wow, yo. Als Stefan de letters begint open te krassen, heeft Team Stuk ze al compleet. Dat is goed. Dan heb je de R, ja. De S, de E, de T. Die zit in een rode cirkel. Die zit in een rode cirkel. Ja. Heb je binnen de blauwe cirkel heb je de E, de E, de V en de G. Oh, hier kan je al een bord van maken. Ja, hier veeg en rest. Geef vers, ster. Vers teeg. Geef ster. Jongens, laten we die morsecode oplossen. Die moeten we oplossen. Waarom zit hier meer ruimte tussen dan daar? Het is puntstreep. Ja, puntstreep. Dat is een puntstreep. Dat is een A. Dan heb je 2 streepjes. Dat is... Ja, dat is G. Ik heb de telefoon gehad. Ook oh, AG. 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 Oh nee, 2 streepjes. 2 streepjes. Yo, Stefan. Yo, Giel. Oh, wij hebben iets voor je. We hebben in het letters rood hebben we gevonden R. Je hebt nog 1 belminuut. Steef, ja? Je hebt rode letters gekregen, hebben wij. R-S-E-T. Daarna hebben wij in het blauw, hebben wij... Fuck, ik moet het even opschrijven houden. Oké, R-S-E-T. Ik bel je zo terug, ja? Ik bel je zo terug, zegt hij. Fuck, Steef! Dit is AZ, ouwe. AZ? AZ. Noordwest AZ. Dat is Alkmaar. Dat is Alkmaar, ouwe. Ja. Oké, dus we hebben die morsecode. Dat staat voor AZ. Afkorting AZ? Een afkorting voor Alkmaar Zaanstreek. Alkmaar Zaanstreek. R-S-E-T. Jezus, daar gaan we weer. Stefan, rode letters. R-S-E-T. R-S-E-T en? Ja, blauwe letters. E-E-V-G. Dat waren ze. Oké, top. Yo. Ik word een klein beetje licht geïrriteerd. Team Stuk weet dat ze op zoek moeten naar een boot ergens tussen Alkmaar en de Zaanstreek. Stefan doet zijn best om zo snel mogelijk nog een aanwijzing vrij te spelen, zodat Team Stuk iets gerichter kan zoeken. V-V-E. Nog een E. Ik weet ook niet welke volgorde ze moeten. Maar daar kan ik vast wel achter komen als ik deze kist openmaak. En nog eens met deze kaarten. Fuck, ik zie iets over het hoofd. Oh, we gaan bellen. Oké. Yo, Giel, heb je nog iets voor me? Jij moet iets geven aan ons. Kun je ons vertellen wat je ziet? Ja, ik zit in een soort schip. Wij denken dat je in de Zaanstreek zit. Zit je op een boot? Ja, vertel. Ja, ik zit op een boot. Fuck. Oh, shit. Is de tijd op? Ja. Nou, hij zat in een boot. Op een boot.
Kijk, alles wat ik nu ga oplossen, kan ik ook niet meer aan hem vertellen. Noord is sowieso dan, dat is een aanwijzing. Die Morsecode zegt AZ. Alkmaar-Zaanstreek. Nou, dat klopt. Deze verband kunnen we leggen, Noord-West. Alkmaar-Zaanstreek, I don't know. Guess I'm fucked. Omdat Stefan maar één aanwijzing heeft kunnen vrijspelen, heeft Team Stuk niet de exacte locatie kunnen achterhalen. En dit betekent maar één ding. Ik heb gefaald. 3, 2, 1. Nee, ik wil niet weten waar die zit. Stefan. Ik wil niet weten waar die zit. Ik hoor iemand. Ik wil het niet weten. Fuck! Wat? Oh, stuurt hij ook nog een appje? Hij zat in Zaandam op een boot. Dat zie ik. In Zaandam op een boot. Shit! Hier zat hij! Fucking 30 minuten hier vandaan! Ja, Giel, Thomas en Stefan hebben me niet bevrijd. Ik vind niet dat zij gefaald hebben. Ik denk eerder dat ik gefaald heb. Nee, ik heb echt ik heb niet genoeg tips aan ze kunnen geven. Het is echt zeg wel mijn eigen schuld. Dus ik verdien het ook om hardhandig meegenomen te worden. Dit is echt enorm balen. Stefan de Vries is verdwenen. Jawel, de ontvoerder is ons te slim af geweest. Ja, maar wie is toch die ontvoerder? Of is het hij of zij? Ik weet het nog steeds niet. Ik weet het ook niet. Maar volgende week gaan we er eindelijk achter komen. Dan namelijk een speciale video met de onthulling van deze ontvoerder. En weten jullie thuis nu al? Laat het ons dan even weten op stuk.tv/opgesloten. En alle goede inzendingen maken daarbij kans op een Epic Nivea Man Deep prijzenpakket. Precies. Ik ben heel benieuwd. Helaas. Ik ben heel benieuwd, want ik trek die ontvoerder zo door het scherm heen. Ja, echt. We gaan hem opzoeken met z'n allen.